Je wil veel kleur in je interieur, maar hoe zorg je dat dat niet te hysterisch wordt? Veel kleur maakt een gezellig thuis. Ik denk dat we daar wel over eens zijn. Maar als je te veel kleur hebt, dan wordt het misschien een beetje te druk. Het heeft allemaal te maken met balans. Drie keer raden wie me gaat helpen. Met die balans, daar ben jij, Anoushka. Ja, zeker. Ja, want hoe krijgen we nou balans in die kleuren? Je ziet het eigenlijk achter ons al heel erg goed. Je ziet de fellere blauwe kleur die heel erg aanwezig is. Maar daar hangt ook weer een wittere tint bij. Daardoor krijgt het eigenlijk wat meer rust. Ja, precies. Dus het zijn eigenlijk de kleuren die je tegenover elkaar zit, zijn belangrijk. Ja. Ik wil uiteraard veel meer horen. En ik ga je veel meer laten zien. Zullen we het rondje weer doen? Dat hoopte ik al. Yes. Kevin, dit is de woon- en leefstijlstudio. Hier staan een team van interieurstylisten voor je klaar. Dus ook als je een vraag hebt over kleur. Want kleur is natuurlijk iets heel erg persoonlijks. Ja, ik zie iemand zitten, dus daar ga ik even gebruik van maken. Hi, hallo. Hi. Hoi, Kevin. Hoi, Kevin. Ik ben Eveline. Eveline, ik pak even mijn kans. Als er nou één kleur zou mogen integreren in mijn interieur, wat zou je dan bij mij denken? Ik zou... Is dat dan hier? Kev, we moeten door, want we moeten nog naar de verf. Ja, oké. Okay. Ik kom zo even mee terug. Ja? Goed. Dankjewel. Zal ik heel eerlijk zijn dat ik het verven heel vaak heb uitbesteed, maar dat ik het sinds kort een beetje zelf aan het doen ben en er zelfs lol in heb? Nou, dan heb ik een leuke voor je, want met de lakverven van Pure & Original kon je hout, MDF, kozijnen en radiatoren verven. En dat in maar liefst 180 verschillende kleuren. Oh, wat een hoop kleuren. Nou oké, dat snap ik. De keuze is fijn. Maar als we het nou even moeten trechteren naar de trends. Op dit moment zijn het vooral de koninklijke kleuren, zoals bijvoorbeeld paars en blauw. Yeah. En een uitstapje naar de kleuren geel en oranje. Dat zorgt voor een contrast en houdt de boel lekker bij elkaar. Nou, dat vind ik heel leuk. Ja, en dan natuurlijk de vraag, op welke kleur gaan we zitten? Daarvoor moeten we naar de meubelafdeling. Loop je mee? Laten we dat doen. Yes. Oh, dat zit lekker. Heerlijk, hè? Heerlijk. Dit is de Asia vouwtui van het merk Cartel. Uh-huh. En die is er in allerlei verschillende stoffen, waaronder deze bordeauxrode kleur. Nou heb ik er niet heel veel verstand van, Anoushka, maar nu zie ik toch wel vrij hysterische kleuren. Kan dit dan wel? Nou ja, doordat we een schilderij op de achtergrond hebben met een felle gele tint en hier eigenlijk teruggaan naar de naturel tint, bordeauxrood, creëer je toch weer een balans in het interieur. Ja, precies. En ik moet zeggen, wel een lekker stofje ook. Heerlijk, hè? Heerlijk. Ja, dit is bouclé. En ik heb nog wel een idee. Dit is de Sumo Sofa en die heb ik uitgekozen voor het kleurrijke interieur, omdat die zacht, sterk en ontzettend stijlvol is. Ja, en hij zit ook echt lekker. Althans, ik lig eigenlijk een beetje meer. En volgens mij is dit ook wel een bank die in heel veel interieurs zou kunnen landen. Ja, qua kleur helemaal lekker in balans. Nou, zo is het. Slaapkamer? Yes. In de slaapkamer kun je ook een kleurstatement maken. Ja. Dit is het dekbedovertrek Dreamscape. En door de volle krachtige kleuren straalt het toch elegantie uit. Ik moet je zeggen, ik vind dit dus heel mooi. Inderdaad veel kleuren, maar toch rust om in te slapen. Ja, en het is ook nog eens een keer heerlijk zacht, want het is gemaakt van katoensatijn. Nou, kom je heel even zitten? Want zeker. We gaan namelijk kijken naar Tante Trein, want die gaat het volgende liedje zingen. En ze wordt natuurlijk eerst opgehaald door Robin Lefevre, zoals altijd.